De paus deed op de terugvlucht van België naar Rome de zeer controversiële uitspraak dat artsen die abortussen plegen huurmoordenaars zouden zijn. Achteraf bleek dit nog een van de minst controversiële dingen die op die vlucht gebeurd zijn. Oh, Rome, here we come. Ja, zieke trippeke. Oh, zo lang naar uitgekeken. Oh, baby. Oh, een aperolleke, een zonnetje. Schat, schat, schat. Dat is de paus. Het was ons vliegtuig. Hey, kom naar hier. Oh. Baby, die zit gewoon hier voor ons. Oh my god. Dat is leuk om hem een keer in het echt te zien, hè? Amai. Ja, dat is toch anders dan op televisie? Dat meende niet. Dat is kei boertig. Dat is toch echt de vlucht verpesten voor de persoon achter u? Ja. Dat doet hij niet. Oh. Zeg iets. Maar nee, zeg. Wel, zeg iets. Dat is de paus. Dat zeg ik. Zeg u neer. Ik hoop dat zijn voeten proper gewassen zijn. Ja. Grazie. Typisch, hè. Normaal moeten we niks van homo's hebben, maar als ze hem de cola te geven, dan zijn ze ineens wel goed genoeg, hè. Wie zegt nu dat dat een homo is? Schatje, dat is een steward op een vliegtuig. Oh, godverdomme. Meteen hoor, echt waar. Ik ga dit niet heel onze vlucht laten verpesten. Ik kan er iets van zeggen. Nee, schat, dat doet je niet, oké? Okay? We zijn halverwege de vlucht. Het gaat bijna gedaan zijn. Ah, oh, maar ja, laat ze maar doen. Ja, hier zie. Mocht het een imam zijn, hij zou wel een toontje lager zingen. Och, dat is iets totaal anders. Dat is exact hetzelfde. Nee, dat is... Oh, oh. De paus die moet nu applaudisseren. Nee, nee. Een vliegtuig aan de grond zitten, dat is niet miraculeus genoeg, hè, voor meneer. Voor minder dan over water lopen, gaan meneer de paus zijn handjes niet op elkaar. Lul. Ah, natuurlijk. Niet wachten op het gordelampje. Nee. Allee. Ah ja, hier zullen we nog een beetje in ons gangpad komen staan. Waarom laten wij ons toch ook altijd zo doen? Schat, het is bijna gedaan. Oké, okay. En onthoud, ja, het is en blijft de pauze. Oh, ja. Weet je wat die man betekent voor miljarden mensen wereldwijd? Voor die mensen, hè, is hij hoop. Hè? Steun in een moeilijk leven. Dus het minste dat wij kunnen doen is toch een klein beetje... We gaan ons laten ontdopen. Vandaag nog.